Welkom in dit segment van de Verenigde Eendennaties. Onze eend van de week is de Dendrocygna bicolor, oftewel de rosse fluiteend. De rosse fluiteend heeft een groot maar gefragmenteerd verspreidingsgebied. Zo komt de eend voor in een aaneengesloten gebied in de Caraïben, Mexico en het noorden van Zuid-Amerika, in het midden van Zuid-Amerika, in grote delen van Midden- en Zuid-Afrika en ook in het oosten van het Indische subcontinent. Deze soort heeft een sterke neiging tot kolonisatie en heeft de laatste decennia zijn verspreidingsgebied in Mexico, de VS en West-Indië uitgebreid, met noordelijke uitbreidingen naar Californië in de late 19e eeuw en rijstteeltgebieden in de Amerikaanse golfkustvlakte in de vroege tot midden 20e eeuw, gezien de affiniteit met rijstgebieden. In mei vond je een rosse fluiteend aan de dender in Aalst, in het gezelschap van de zwarte hoekgans en de witte en de zwarte muskuseend. Ver buiten de gebruikelijke habitat dus, het stukje gras aan de zwarte hoekbrug is eerder een pistoleegebied dan een rijstgebied. Opvallend is het contrast tussen de witte driehoekige pluimpartijen en de donkere bruin-zwarte vlekken op de rug. Het kleurenpalet bestaat uit oranje en sienna-tinten, gecontrasteerd met donkerbruin. Ik heb deze eend Luc genoemd. Vermoedelijk was hij op doorreis, maar hij bleef toch enige weken uitrusten in Aalst. De grassige oever is niet alleen een pleisterplaats voor bierdrinkende mannen en vissers, maar ook voor eenzame watervogels. Als je de Dendrocygna bicolor wil vertegenwoordigen, kan je contact opnemen via denderdieren@gmail.com.